Hallo groep 4, dit is les 6 van blok 6. Het is een even getal les, dus dat betekent dus dat we in het werkboek gaan werken vandaag. Dus pak je werkboek van taal op maat en pak bladzijde 32 voor je. We gaan de les van gisteren even herhalen. Dus je oefent met woorden voor de volgorde in de tijd. Weet je nog, sommige woorden vertellen wanneer iets is. De woorden zoals gisteren, volgende week, na de lunch, eergisteren, overmorgen. Dat zijn woorden die vertellen wanneer iets gebeurt. Of iets is. Gaan we even naar opdracht 1. Zet het woord op de goede plek. Kies uit straks, morgen, gisteren, vandaag, op dit moment, volgende week, overmorgen en toen. Deze woorden moet je dus op deze regel schrijven. Maar niet zomaar ergens opschrijven. Nee, je moet goed lezen en nadenken welke woorden bij wat al is geweest hoort, wat bij nu hoort en wat nog moet komen. Dus bijvoorbeeld het woordje straks. Is dat nou al geweest? Is dat nu? Of moet dat nou nog komen? Nou, straks hoort natuurlijk bij wat nog moet komen, want dat moet nog gaan gebeuren, hè? Straks betekent later. Dus dan schrijf je het woordje straks hier op de lijn. En zo ga je dus bij elk woord ga je dat zo opschrijven. Ben je klaar met opdracht 1, dan ga je naar opdracht 2. Daar staat er, zet de zinnen in de goede volgorde. Schrijf de nummers op. Dus dan ga je deze drie zinnen goed lezen, dan ga je nadenken. Welke zin komt er als eerste, welke daarna en welke als laatst. De nummers die schrijf je dus hierop in de goede volgorde. Dat mag je dus ook doen met opdracht B. Ben je klaar, dan ga je naar opdracht 3. Dan ga je de zinnen goed lezen en dan zet je een rondje om het goede woord. En dan kies je steeds uit de schuin gedrukte letters. Lees dus heel goed de zinnen en denk na welk woord nou bij de zin hoort. Nou, opdracht 4 ga je ook iets proberen te maken. En vertel iets over jezelf. Maak korte zinnen. Maak het niet te moeilijk dus. Dus korte zinnen gebruiken. Denk je van nou, het ging best wel makkelijk deze les. Dan mag je opdracht 5 ook maken. Het hoeft niet. Maar de kinderen die zoiets hebben van nou, ging echt heel makkelijk. Nou, dan maak je opdracht 5. Heel veel succes vandaag en tot de volgende keer.